Een culinaire verrassing deze week bij Poys Wat Maak Je Menu. Een heerlijke koolgebiefstuk met een pepersaus en een prachtige aardappelschotel. En hiervoor heb je de volgende ingrediënten nodig. De koolgebiefstuk. Die bakken we in vloeibaar bakken en braden van Kroma. Daar maken we een pepersaus bij. Gemaakt van seizoenenpeper, juvebeteraar, room, tomatenfrito en verse peterselie. De aardappelgratin, gemaakt van aardappeltjes, uisnippertjes, knoflook, kaas en eieren. En de prei die stoven we in roomboter. En we drinken erbij een minervois uit Frankrijk. De aardappelgratin, dat is een prachtige overschotel van aardappeltjes. En daarvoor heb je rauwe aardappeltjes nodig. Dus de aardappels schillen en daarna in mooie dunne plakjes snijden. En dan maken we een gratin van. Om te beginnen, dan komt er room in de schaal, zo. Dat doe je in een eitje. Dan komt er in knoflook, verse knoflook. Die is mooi gehakt. Dan komt er in een uitje. Drie royale scheppen. Dan doen we erbij zout. En verse peper. En dit ga je gewoon eventjes zo even mengen. Dit is je basis. Dan pak je een ovenschaaltje. Dan leg je die rauwe aardappels leg je daarin. Zodat die saus die we er straks op gaan gieten er helemaal doorheen kan komen. Dus loshalen van elkaar. Helemaal vullen. Zo. Dan pakken we ons mengseltje van room, eieren, uitjes en knoflook. En die giet je gewoon zo mooi over die aardappelschijfjes heen. En net zoveel dat die helemaal onder staat. Als laatste de geraspte kaas eroverheen. Die verdeel je helemaal over de aardappels. Zo. In een voorverwarmde oven van 200 graden en dan gedurende 35 tot 40 minuten. De biefstuk au poivre, een echte klassieker. Die gaan we dicht schroeien in de vloeibare bakken en braden van Kroma. Een royale eetlepel in de pan en op hoog vuur. De biefstuk die moet op kamertemperatuur zijn, dat is belangrijk. Dus die mag gerust eventjes een half uurtje op het aanrecht buiten de koelkast. Dan komt daar zout op. En voor de peper gebruiken we de seizoenenpeper weer. Ook de andere kant. Dan pakken we de biefstuk. Even een tipje erin. Kijk, zist die. Dan mag die gelijk in de koekenpan. En dan loop je met die biefstuk door de pan. En nou is het juist lekker dat dit biefstuk nog een beetje rood van binnen is. Daarom is het zo belangrijk dat het goed heet is. Dus dicht schroeien. En dan ongeveer ronddraaien. 3 minuutjes in de koekenpan, dat is echt meer dan genoeg. Vuur uit. Leggen we die erop. Aluminiumfolie erop en minimaal 20 minuten laten rusten. De bakboter. En daar gaan we een lekkere pepersaus van maken. Om te beginnen, er zit nog een klein beetje peper in de pan. Maar we gaan eerst gewoon, het vuur staat uit, daar nog een beetje peper in die boter draaien. Zo. Dan lost die peper nog een beetje op. Oh, dat mag best pittig zijn, dan kan je naar eigen smaak doen. Zo. Dan pakken we de juvebeteraar. Een klein beetje zuurverbeteraar erin. En een klein scheutje water. Dan blus je hem nu af. Zie je erop? Dan komt de tomato frito erbij. Klein scheutje room. En die gaan we even goed doorroeren. Dat hij helemaal glad is. En dan laat je hem heel zachtjes inkoken. Zo. En dan doen we op het allerlaatste moment een klein beetje verse peterselie erdoor.
doorroeren. En natuurlijk altijd eventjes proeven. Top. En de saus warm houden. Prei stoven. Dat is gewoon heel simpel. En hou het ook simpel, want de prei is gewoon lekker pittig van smaak. Hou het puur. Klontje roomboter in de wok. Vuur even hoog. Dan laat je dat smelten. Prei erin. Zo. En nou is het juist belangrijk dat je hem lekker stooft. Maar dat hij ook nog een heel klein beetje knapperig is. Heerlijk bij dat biefstukje. Op het laatste moment een klein scheutje water. Blus je mee af. En klaar is je prei. We gaan het gerecht afmaken. De prei op het voorverwarmde bord in het midden. De aardappelgratin. Nou, gewoon even snijden met het mes, zo erdoorheen. De kaas is lekker gesmolten. Pak je een lepel, dan schep je het er zo uit. Kijk eens. Die leggen we daar neer. Dan komt erbij de biefstuk. Die leggen we daarvoor mooi zo neer. Dan onze pepersaus. Zo erbij. Dan heb ik als laatste een klein beetje peperkorreltjes zo daar overheen strooien. De culinaire verrassing van deze week bij Poys Wat Maakt Menu. De biefstuk met pepersaus. De gratin, de gestoofde prei en een glas Minervois uit Frankrijk. Puur Poys.